Hallo allemaal, welkom bij het derde deel van de Catfish Challenge. Frits ligt nog lekker te slapen, maar die gaan we nu wakker maken om te douchen. Ja, in de vorige aflevering hebben we foto's genomen van Cora. Ik heb het goed gezegd. Omdat we haar lichaam gaan gebruiken om Pim mee te verleiden. Zij wordt degene als wie we ons gaan voordoen. En we hebben ontdekt hoe je spullen moet stelen, dus dat is ook goed om te weten. Misschien als we dat nog verkopen, dan kunnen we daar nog wat geld mee verdienen. En ja, deze aflevering gaan we kijken of we misschien wat meer in contact kunnen komen met Pim. Door dan de foto's zogenaamd op te sturen. En misschien door dan... ik dacht misschien kunnen we een club oprichten waarbij we in kostuum moeten. En dan kunnen we ook in real life zeg maar met Pim praten. Dus dat is wat we deze keer gaan doen. Had ik zo bedacht. Ik wil eerst even kijken of... Dan moet ik eigenlijk even naar... Oké, wat gaat hij doen? Is hij bang voor de douche? Ah ja, nee, oké. Hij heeft gewoon even een Frits momentje. Nee, wat ik wilde doen is... Ik wilde even kijken of het bankje wat ik had gestolen... Ja hoor, daar is hij. Middeleeuws comfort. Hij zit gewoon in onze inventaris. En ik vind... Ja, als we straks meer spullen gaan jatten, dan kunnen we het wel gewoon gaan verkopen en zo. Maar ik vond nu, omdat dit het eerste object is dat we gejat hebben, moet hij wel een ereplaatsje krijgen in de tuin. Ik bedoel... Ah, hij staat er ook bij. Gestolen van de herberg Oudkwartier. Dat is echt gaaf. Oké, dus dit is onze nieuwe bank. Ah, we kunnen het ook terugbrengen. Nou, dat gaan we dus even mooi niet doen. Maar goed om te weten dat het kan. Maar wat we nu eerst gaan doen is even ontbijten. Eens even kijken, wat kunnen we... We kunnen nog steeds alleen maar roeren. Nee, Frits, we gaan niet aan de pizza. Want we hebben alleen maar goed gespoord. Dat gaan we niet meteen weer weggooien. Hij moet wel nog even beter naar me luisteren. Maar ja. Ik had ook eigenlijk niet anders verwacht van Frits. Maar ik moet zeggen dat jatten, dat werkt eigenlijk wel beter dan het hacken. Ik bedoel, het is cool dat Frits kan hacken. Maar ja, ik weet niet, dat jatten, dat vind ik eigenlijk veel grappiger. Als we gewoon wat meer voorwerpen kunnen stelen, dan kunnen we die gewoon verkopen om op die manier aan onze medische ingrepen te komen. Ja, dat is... ik ben enthousiast erover. Hij kan alleen nog steeds niet echt koken. Ik hoop dat hij geen brand sticht. Frits, alsjeblieft, steek niks in de fik. Want daar heb ik echt even geen zin in. Want dan moeten we weer een nieuw aanrecht kopen en zo. En dan, nee... Ook niet sterven alsjeblieft, want we zijn net begonnen met deze uitdaging. Ik heb geen zin om er nu al mee te stoppen, want ik vind het veel te interessant. Maar ontbijtje, het is inmiddels al 10:30 ochtends. Frits heeft een beetje uitgeslapen, maar hij was gisteren natuurlijk onverwachts ook nog naar de club gegaan. Dus ja, maar hij is blij. Hij heeft een goed gevoel door hoge behoeften. Nou, dat is mooi. Daar kunnen we wat mee. Dan kunnen we deze dag ook tenminste wat gaan doen. En ja, dit huisje, daar gaan we natuurlijk uiteindelijk ook nog wat aan doen. Maar dat is voor later. Voor nu is Frits dus blij. En dat zie je ook aan hoe die gek lacht en zo. Want hij heeft zijn plan gehad, verloopt op rolletjes. Dus dat is mooi. We kunnen ondertussen Pim natuurlijk nog wel even een vrolijke sms sturen. Even kijken waar hij is. Daar is hij. Hij heet ook Rijkwaard. Omdat ik Rijkaard had. En ik dacht, ik zet er een W. Dus ik had echt geen inspiratie voor een achternaam. Hebben jullie dat ook wel eens? Dat als je je Sims een naam moet geven. Dat je het heel moeilijk vindt. Om een goede naam ervoor uit te kiezen. En ja, dat het uiteindelijk iets super clichés wordt. Laten we uitgaan. Oké. Shit. Pim heeft gevraagd of we koffie met hem willen gaan drinken. Ja, nou ja. Zoals we een echte catfish dat doet. Zeggen we natuurlijk... Ja, in eerste instantie. Maar zeggen we op het laatste moment toch af. Want dan komt er iets tussen. Dus in eerste instantie zeggen we natuurlijk... laten we gewoon... Weet je wat? We zeggen oké. En dan komen we niet opdagen. Want Pim die weet nog steeds niet hoe we eruit zien. Die denkt, ik ga lekker op blind date of zo. Maar dat kan natuurlijk niet. Dus, maar we moeten daar dus nu wel eerst heen. Dat gaat automatisch. Maar we mogen hem dus niet aanspreken. Hij mag niet weten dat wij dat zijn. Dus ja... Oh, hij staat er ook meteen. Nee, we gaan niet met hem praten. Zodra hij op play gaat, gaan we weg. We gaan hierheen gaan. We gaan weg. Oké, hij loopt naar binnen. We laten hem daar gewoon wachten. Wij gaan niet naar binnen. Wat wil hij eigenlijk nog meer? Er zijn ook ineens overal aliens. Waarom zijn er overal aliens? Oh, dat is de barista. Ja, oké. Jongens, er werkt hier een alien. Eens even kijken. Misschien, nu we hier toch zijn in onze pyjama.
Ik ga me ook niet omkleden, want het past wel bij Frits dat hij hier gewoon in zijn pyjama loopt. Ja, misschien willen we nog wel een parasol. Misschien kunnen we dit proberen te stelen. Nee, dat kan niet. Oké. Okay. Hij gaat de plantenbak stelen. Hij neemt eigen initiatief. Oké, dat. Nou ja, weet je wat? Dat wil ik wel zien. Ik wil wel kijken hoe dit afloopt. Oké. Maar welke plantenbak gaat hij voor dan? Oh, het is niet gelukt. Frits, je moet het ook aan mij overlaten. Ik weet wel goed wat je kan stelen en wat je niet kan stelen. Maar kijk, Pim die zit hier inmiddels gewoon in zijn eentje een boek te lezen. Een beetje met Christian van de Kerkhof, onze aartsvijand, te praten. Ja, nee, wij gaan niet met de alien praten. Wij gaan, laten we er ergens anders heen gaan. Eens even kijken, wat is dit? Is dit de sportschool? Ja, nou daar zijn we al geweest. Ik weet niet, ik ben ook nog helemaal niet op heel veel van deze locaties geweest. Dus misschien eens even kijken waar we heen kunnen. Hier zijn we. Wat gaan we doen? Water halen, oké. Ja, dat is trouwens ook nieuw met de update. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar je kunt nu ook gewoon een glas water drinken. Wat ligt hier? Oh, allemaal taartjes. Kan je die ook stelen? Dat zou ideaal zijn. Hoef je nooit meer eten te kopen. Oké, nou ga gewoon hier zitten bij deze alien. Misschien voelt Frits zich wel meer thuis tussen aliens, omdat hij zelf ook gewoon een beetje raar is. En aliens zijn ook best wel apart. Dat is een understatement. Waar gaat hij heen? Koffie drinken. Nee, je mag dus niet bij Pim. Nee, weet je wat? We gaan hier weg. Dit kan alleen maar fout aflopen. We gaan weer naar huis. We hebben even gespiekt bij Pim, want Pim die weet natuurlijk niet dat wij hier zijn. Hij ziet ons wel, maar hij denkt dat we iemand anders zijn. Dus we hebben gewoon even gekeken hoe het met Pim gaat. Die is natuurlijk boos. Dus als we straks thuis zijn, dan gaan we hem even... Ja, dan sturen we Pim nog een sms. Weet je wel dat het wel goed zit in onze relatie. Hij zal wel teleurgesteld zijn. Maar we moeten natuurlijk wel doen alsof het nog hoop is. En dan gaan we misschien eens even een club oprichten. Want Frits die denkt nu natuurlijk ook... Ja, shit. Ik wil eigenlijk wel gewoon... meer met Pim... Ik wil hem wel vaker in het echt zien. Dus we gaan eerst een sms sturen naar Pim. En dan sturen we hem ook die foto's door die we beneden hebben. Dus dat is hij nu aan het doen. Weet je wel. Van, zo zag ik eruit. En dan kan hij wel zeggen van... Ja, ik was er gewoon. Was jij er niet dan? Zo zie ik eruit, weet je wel. Misschien dat hij doet alsof ze elkaar gewoon niet herkend hebben. Maar ja, hij weet natuurlijk wel beter. Ondertussen mag hij ook wel even naar de wc. Kan je een club eigenlijk oprichten via de computer? Ik weet het even niet meer. Oh, dat moet zeker... Hier is een speciale knop. Ha. Terwijl Frits zijn behoefte doet, laat hem even wat privacy geven. Want wij kijken wel even lekker uit het raam, terwijl Frits daar zit te kakken. Een club vormen. Even kijken, hoe gaan we ons noemen? Ik heb hier eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. We willen natuurlijk een incognito club. Ik weet niet. Wat voor soort club? Oké, ik denk nog even na over de naam. We kunnen wel... Ja, misschien die maskers, omdat we dan een club zijn waarbij je ons gezicht niet laat zien. Ja, wie willen we toevoegen als lid? We willen natuurlijk sowieso Pim toevoegen. Waar is Pim? Pim, 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 waar ben je? Daar is Pim, die willen we toevoegen. Met hem hebben we op een of andere manier een goede relatie, dus hem kunnen we wel toevoegen. Met hem ook. Misschien ook wat dames toevoegen. We kunnen Candy wel toevoegen. Want die had ons ook mee uitgevraagd. Niemand kent Candy. Maar goed, ze had ons toch mee uitgevraagd. Doen we het even zo. Yes. Hebben we 4 leden. Dat is op zich wel alleen op uitnodiging. Ontmoetingsplek. Nou, laten we het niet hier doen. Laten we gewoon... Misschien elke keer in een nachtclub. Dat is wel een plek waar het niet raar is als je zeg maar jezelf niet laat zien. Wat voor soort club zullen we zijn? Ik doe voor nu al gewoon even wat. En als jullie dan nog betere ideeën hebben, dan hoor ik het graag. Incognito. Toast. Cognitoast. Ja, de club waar iedereen incognito is. En toosjes eet. Ik weet dat dit heel slecht is.
Dat hoef je me dus niet te vertellen. Maar ja, we kunnen altijd nog wat hier wat aan veranderen. Willen we clubvereisten hebben? Nee, denk ik niet. Dus dat is niet van toepassing. Clubactiviteiten. Eten en drinken. We kunnen wel bardrankjes drinken. Ja, wat kunnen we nog meer doen? Misschien sociaal. Oh, misschien kunnen we wel een beetje... even denken hoor. Ja, we gaan niet grillen natuurlijk. Want Frits is zo hard aan zijn lichaam aan het werken. Maar we kunnen misschien wel dansen. Want Pim die kan ook goed dansen. Dat hadden we al gezien. Even kijken. Hobby's. Nee. Ontspanning, nee. Toch sociaal, denk ik. Kijk, misschien kunnen we wel gewoon romantisch zijn. Weet je wel. Met iedereen. Clubs. Nou ja, misschien onze club. Gewoon onderling. Weet je wel. Op die manier kan Frits een beetje met Pim. En... Kijk, voor de clubvereisten doen we dan misschien gewoon dat je er een beetje redelijk uit moet zien. Dat je jong volwassen moet zijn. Maar ja, dat is Frits natuurlijk niet. Maar dan doen we gewoon net even alsof dat zo had moeten zijn. Even kijken, wat kan ik nog meer? Zoenen kan ook wel met iedereen. Club, onze club natuurlijk. Wat mogen we niet doen? Ja, alles met tosties, dat mag natuurlijk niet. Nou, trouwens, misschien juist wel. Tosties zijn oké. Ja, laten we van alles met tosties doen. Dat wordt zeker interessant als je het combineert met de andere clubactiviteiten. Ja, ik zie dan dingen voor me die... Ja, oké. Tosties dus. Wat gaan we niet doen? Wat doen we niet? We mogen gewoon alles doen. Oké. Dat heb ik nu dus. Ik hoop niet dat we meteen bijeenkomst beginnen. Nee, gelukkig niet. Want we moeten natuurlijk onze cluboutfits nog aanpassen. Even kijken hoe dit ook weer werkt hoor. Ja, oké. We gaan even voor man gaan we even een outfit maken. Zodat we elkaar niet herkennen. Zullen we gewoon een berenclub maken anders? Dat iedereen als beer is. Ja, dat is misschien wel... Ja, er zijn natuurlijk nog meer incognito dingen. We kunnen ook als Darth Vader. Maar dan zijn we een soort van Star Wars club. En ik heb, om heel eerlijk te zijn, Star Wars nog nooit gekeken. Dus dat is misschien een beetje... Dat gaan we dus niet doen. Plus dat het dan opvalt of je man of vrouw bent. Terwijl in een berenpak kan je gewoon echt niet zien wie erachter zit. Dus ik zeg, we gaan voor beer. Maar gaan we dan voor panda? Of ijsbeer of gewoon bruine beer? Ik zeg bruine beer, want Frits is best wel vies. Dus die heeft waarschijnlijk deze. Dan hoeft hij het niet echt schoon te houden. Jammer dat je niet ook een hoedje op kan als beer. Oké, maar we gaan... Dit is het dus. De outfit. De club outfit. Ik denk dat dit wel de beste is. Dus die. Alle mannen moeten in deze outfit komen. En misschien kunnen de vrouwen dan wel in een andere outfit. Als hij ooit stopt met laden. Ja. Even kijken. Wat is een meer club outfit? Vrouw. Volledig lichaam. Waar zijn de beren? Beren. Beer. Ja, of gewoon het hotdog kostuum. Nee, we gaan gewoon ook voor beer. Waarom staat hij er niet tussen? Misschien is het wel een vrouwelijk kostuum. Hier, kostuums. Er is gewoon een filter dat ik had kunnen gebruiken. Misschien kunnen we voor de vrouw als panda. En dan doet Frits zelf gewoon ook een panda pak aan. Dan denken ze dat hij toch een vrouw is. Misschien is dat wel... zo gaan we doen. Oh, ik heb hier echt zin in. Maar hoe weten we dan trouwens wie Pim is? Gelukkig kan ik het nog zien als ik met mijn muis overheen hoever. Maar dat is wel ook een dingetje. Maar ja, ik denk dat we de sportschool vandaag overslaan. Wat ga je doen? Drinken. Oké. Neem maar een glas melk. Club, laten we een bijeenkomst starten. En dan in een nachtclub.
Ik weet dat het 's ochtends is, maar ik wil het gewoon nu doen. Dus we gaan het ook gewoon nu doen. Het is dan waarschijnlijk ook lekker rustig in de club, dus... Ja. Oh, Frits is de enige die... Shit, Frits, nee, je moet je omkleden. Oh, oké. Oh, shit. Is er niet een clubkleding? Oh jee, oké, wacht. We moeten dit even fixen, want... Nu valt het op. Oké. We moeten... Even outfits plannen, snel. Oké, ja. En dan doen we de panda outfit, gewoon als alledaags. Nou, we zijn nu nog in onze pyjama, maar... Doen we even een derde alledaagse outfit. Of is dit... Ik dacht dat dit onze pyjama was, maar dit is gewoon onze alledaagse outfit. Dat is waar ook. Frits doet dat gewoon. Oké. Panda outfit. Yes, klaar voor. Ja, laat maar. Oké, en het zou chill zijn als jullie dan ook, zeg maar, zo omkleden alledaags. 3? Waarom is het nou niet veranderd? Waarom is Frits te dik of zo voor het pandapak? Waarom kan ik dat niet doen? Alledaags. 1. Waarom is het nou niet een panda? Oh, oké. Nu is 1 wel een panda. Nou ja, oké, we doen het ermee. Waar zijn mijn pandavrienden? Oeh, deze heeft moves. Dit is Candy Bear. Ja, dat past. Dominique, ben ik. Waar is mijn slachtoffer? Hier is Pim. Laten we over tosties praten. Dat is iets wat de club graag doet. Misschien wordt de tosti wel het symbool van onze liefde. Die panda hier op de achtergrond. Even voordat we over tosti's gaan praten, even een momentje om dit te waarderen. Oh yeah. Een beetje Kung Fu Panda dit. Nou ja, oké. Ja, dit is wel romantisch. Maar wie van de twee zijn wij? Wij zijn dus deze. Oké, ik ga straks wel veranderen naar de panda, want anders is het lastig. Laten we fitness techniek bespreken. En ja, ik weet niet. Laten we ook foto's delen. Zo van, hier heb je foto van mij. En dan geeft hij die foto's van Cora. En dan denkt Pim natuurlijk van, oh, zo zie je eruit onder het pak. En die heeft dan allemaal al ideeën zo van, oeh, die is vet knap. En dan zijn we eigenlijk gewoon heel lelijk. Oh, ik wil er ook bij. Ah ja. Oké, maar misschien moeten we even compliment geven over uiterlijk. Kijk, dit gaat nu natuurlijk wel makkelijker. Nu we in een club zijn die liefde en zo aanmoedigt. Oh, ik vind het echt leuk. Wat kunnen we nog meer doen? Leren kennen? Gewaagde vragen stellen. Hoe gaat het eigenlijk met onze relatie? We zijn bekenden. Oh, we hebben nu een nieuwe eigenschap ontdekt. Ja, we moeten hem natuurlijk wel beter leren kennen. Want wij weten natuurlijk wel alles over Pim. Maar hij weet niks over ons. Aangrijpend verhaal vertellen. Ik vind het zo leuk dat die stemmen ook gewoon, zeg maar, weg zijn. Nu ze in dat pak zitten. Ja, we gaan niet over complottheorieën praten. Want Frits weet zelf ook wel dat hij dat dus eigenlijk dus niet moet doen. Hij weet wel hoe hij normaal moet zijn. Hij doet het gewoon niet normaal. Oké, telefoonnummers uitwisselen. Ja, die hebben we al van elkaar. Maar ja, waarom ook niet? Laten we het nog een keer doen. Misschien omdat we elkaar dan ook wel willen bellen. Ik bedoel, ze praten nu ook met elkaar. Frits heeft waarschijnlijk wel een manier bedacht om zijn stem te vervormen. Oprecht compliment geven. Oeh, zag je dat? Hij gaf een kusje op zijn telefoon. Oeh, hij wil een dappere versiertruc gebruiken. Laten we dat doen. Dappere versiertruc. Kom op, Frits. Laat je van je dapperste kant zien. Nee, gaan we het niet doen? Oké, toch niet? Kom op, dat wil ik. Ik wil zien hoe dat gaat. Dappere versiertruc. Oh, mijn aardsvijand is er ook. Oeh, het ziet er naar uit dat het goed gaat. Maar ik vergeet steeds wie van de twee wie is. Dus dat is wel lastig. Oh, we hebben een klein beetje, zijn een klein beetje romantisch. Yes. Oeh, hij is ook heel flirterig. Dat is goed om te weten.
Wat kunnen we nog meer doen? Misschien aantrekking bekennen. Ze zitten wel ver uit elkaar, maar misschien maakt dat het een beetje een lange afstandsrelatie. Dat is het natuurlijk ook wel. Zelfs als ze bij elkaar zijn, is het een lange afstandsrelatie. Op de wang zoenen. Dat wil ik ook gewoon zien. Eén, omdat het natuurlijk dit is waar de challenge over gaat. Maar twee, omdat ze allebei een berenpak aan hebben. Ik bedoel, ik heb nog nooit twee beren zien zoenen. Oh, dat, ja. Nee, dat, dat wil ik nog een keer zien. Dat was, dat, ja. Wat kunnen we nu nog soepel zoenen? Ik wil dit zien. Mm-hmm. Ja, ik weet gewoon niet. Oh, oké, we moeten. Er is meer beren. Wie is dit dan? Oh, dit is iemand die ertussen komt staan. Die gewoon dacht, nope. Nou, oké, misschien is dit ook wel genoeg voor één keer. Misschien, of is dit wel Pim? Nee. Nee, ik wil het alleen met Pim. We kunnen ook wel even naar Pim's waardevolle spullen vragen. Want dan weten we natuurlijk wel... kijk, even checken of hij echt rijk is, weet je wel. Gewoon even... nog een extra test voordat we ons helemaal in ons dat leven wringen. Wat kon ik zeggen? Wat stond er nou? Vragen om alleen vrienden te zijn. Oh, dat natuurlijk niet. We willen natuurlijk gewoon voor die liefde gaan. Oh, eerste kus kunnen we doen. Is het daar al te vroeg voor? Ik weet het niet. Ik ga het gewoon doen. Als hij stopt met dansen. Misschien kan het tegelijk. Dat zou ook mooi zijn. Oké, we gaan het doen. Oh, we hadden eigenlijk naar een romantischere plek moeten gaan, maar... dat doen we wel als ze straks echt eruit zien als zichzelf. Dit is natuurlijk toch gewoon nog... Wow, ik word gewoon keihard afgewezen. Wat? Nee, shit. Shit. Oh, nee. Oh, sorry, ik schiet er helemaal van in de stress. Oh, nee. Oh, ze hebben het nog wel gezellig met elkaar. Oké, nou, we kunnen nog wel een compliment geven over zijn uiterlijk. Ik bedoel, hij ziet er wel goed uit. Ja, in zijn kostuum. Wat is het? Oké, hij is ook nog Flarn. Moet je kijken wat hieronder staat. Ongemakkelijke ontmoeting. Ja, hij heeft mixed feelings, Frit. Oké, nou ja. Ja, wat nu? We hebben best wel honger. Misschien is dit wel genoeg voor deze keer. Bijeenkomst. We stoppen de bijeenkomst even. Oh, shit. Hij mag niet gezien worden. Oké, Pim heeft niks door, jongens. Pim is gewoon echt heel naïef. Nee. Je kan Pim alles wijsmaken. Je kan hem zelfs wijsmaken dat er aliens bestaan. Wat ook waar is. Dus misschien is dat niet een goed voorbeeld. Maar ja, nee. Pim die trapt er gewoon in. Maar Frits gaat in elk geval naar huis. Het is genoeg geweest voor Frits. Oh nee, wacht. Frits gaat helemaal nog niet naar huis. Frits gaat even deze fontein jatten. Kan dat? Waarom kan ik deze niet? Jammer. Dat is zo jammer. Oh, ik ben recentelijk betrapt, dus ik kan nog niks stelen. Hoe lang duurt dit? 2 uur. Nou ja, oké. Dat is jammer. We kunnen hier nog niks stelen. Misschien wel op een andere locatie, maar... hé, ik dacht dan verdienen we misschien wat geld. Ja, misschien... ja, ik weet niet. Het houdt even op. Ah, trouwens, misschien kunnen we nog wel even ergens anders heen gaan. Voordat we meteen naar huis gaan reizen. In ons eentje. Ja, want wat ik misschien ook dacht dat leuk was. Is, ik heb hier New Crest. Een yoga studio. Ik dacht misschien kan Frits zijn innerlijke ik een beetje meer naar boven halen. Door even wat yoga te doen. Hebben we vandaag ook nog een beetje gesport, weet je wel. En hij heeft natuurlijk zijn hakken aan. Dus ja, dat wilde ik ook gewoon even zien. Dus over 30 minuten energie concentreren yoga. Dus ja, kijk, dat klinkt als iets voor Frits. Voor de nieuwe Frits, weet je wel. Voor, nou ja, Bella, zoals die Frits zich dus voordoet. Oh, dat is de man van Bella. Van Cora. Dat zijn mooie sokken die hij aan heeft. Ja, kijk, daar kan Frits toch bijna niet aan tippen. Maar
Dit is blijkbaar de yoga. Laten we meedoen aan de les. Het is wel duur. Maar we stelen straks gewoon zo'n bamboe en dan hebben we het terugverdiend. Ja, ik heb er zin in. Kijk, met je aartsvijand en deze oude man gewoon welnisvaardigheid onder de knie krijgen. Ah, hij heeft geen schoenen aan. Dat is jammer. Waarom heeft hij zijn hakken nou uitgedaan? Dat mag zeker niet. Ja, hij mag wel zijn sokken aanhouden. Nou ja, oké, okay, het leven is niet eerlijk. Maar wij zijn dus wel gewoon beter dan Christian. Hè? Heb je het in de gaten? Mm-hmm. Ja, en hij doet het wel goed. Voor de eerste keer en voor iemand met zo'n postuur vind ik dat hij het er best goed vanaf brengt. Oké. Okay. Interessante houding. Ik wil er eigenlijk wel even een screenshot van maken, want dit is natuurlijk iets wat je ook niet dagelijks zo meemaakt. Sorry Frits, ik neem even een paar foto's hoor, voor het nageslacht. Want dat komt er natuurlijk, nageslacht. Ja, dit is wel mooi. Oh, nee, bamboe gaat weg. Oh. Was dat het al? Was dat de hele yogales? Gaan ze nog een keer dezelfde voor me doen? Ik denk dat het was. Nou ja. Oh, nee, toch niet. Nou ja, ik denk dat Frits het ook wel even een beetje heeft gehad voor nu. Oh ja, dit is trouwens, als ik naar de sportschool ga, is dit mijn lievelingsoefening. Als je zeg maar klaar bent aan het einde, dat je zo mag gaan liggen en ontspannen en zo. Dat, ja, dat vind ik altijd wel nice. Oh, maar hij verveelt zich wel. Ik denk dat Frits hier oprecht in slaap zou zijn gevallen, maar ja. Maakt niet uit. Wat wilde ik nog doen? Er was nog iets wat ik wilde doen voordat ik dit deel afsluit. Oh, daar is Bella. Die is ook altijd aan het joggen. Oké. We gaan even Bella aanspreken. Vraag hoe dag was. Ons object van obsessie. Wat ze nu dus is. Ja, laten we even onze fitnesstechniek ook met haar bespreken. En ja, we gaan niet nog een keer de yogales doen. Eentje was wel genoeg voor Frits. Frits, dat kan hij niet aan als hij nog een keer moet yoga. Kom op, Frits, even doorlopen. Yes. Oh, hij is nog steeds verveeld. Dat is niet zo mooi. Laten we dan vriendelijk leren kennen. Kijk, misschien moeten we nog wat meer foto's maken. Want ja, Pim die vraagt natuurlijk steeds om nieuwe foto's. Dus dan moeten we wel dat... dat kunnen geven natuurlijk, iets nieuws, iets recents. Oké, ze is goed, dus dat is echt iets wat Frits totaal niet is. Dus dat maakt het ook wel extra leuk om ons voor te doen als haar. Kom op, Frits foto maken. Oh, hij heeft wel zijn hakken weer aan, dat is mooi. Staat hem wel. Oh, samen? Nee, dat wilde ik niet. Ah ja, waarom ook niet? Oké, sorry, dat is een foutje van mij. Ja, klaar. Foto maken van. Foto maken van, juist van. Het is ook moeilijk. Dit is wel een bijzondere pose, maar oké, ik doe het ermee. Zo. Hebben we die ook weer? Kunnen we weer wat nieuws naar Pim sturen? Dat is mooi. Oké, nou, dat... Het laatste wat ik nog wil doen... Oh, er zijn nu meer mensen. Het laatste wat ik wil doen is gewoon nog even wat meenemen. Even een ruimte waar niemand is, weet je wel. Om die yogales terug te verdienen. Ik weet niet, misschien. Wat kunnen we nog stelen? Waarom kan ik niks stelen hier? Ik heb toch niet meer dat het al te lang... Dat ik het net gedaan heb. Pure vervorming door yogales. Het zag er makkelijk uit, maar dat was het niet. Nee, dat geloof ik best.
Oh ja, kijk, hier zijn wel dingen die ik kan proberen te jatten. Als je trouwens buiten gerommel hoort, het begint ineens te onweren. Dus ja, dat kan. Laten we gewoon zo'n bamboe meenemen, weet je wel. Aandenken voor de yoga, dat is wel iets typisch. Voor een yogales, een bamboe. Oh, hij gaat eerst terug in zijn badjas. Oh, dat doet hij meteen als hij hier binnenkomt. Kom op, Frits, ik wil heel die bamboe hebben. Maar dan kan hij niet komen. Dan stelen we deze bamboe. Maakt mij niet uit welke bamboe je meeneemt, hoor. Ik kan me ook niet schelen dat je honger hebt. Als je wilt eten, dan moet je er zorgen dat je iets jat. Daar kan hij ook niet komen. Kan hij wel... Oké. Misschien kan je die dan meenemen. Ik wil gewoon een bamboe. Kom op, Frits. Yep, gelukt. Dat is mooi. Hij wordt er ook zelfverzekerd van. Oh, dat is doordat hij fit is. Hij voelt zich energiek doordat hij wat heeft gejat. Dus misschien moeten we dat voortaan doen voordat we gaan sporten. Gewoon even wat jatten of zo. Dat is ook... dat is eigenlijk veel leuker dan een stomende douche nemen. Maar ja, ik ga het hierbij laten voor deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we echt, ik beloof het, wat aan Frits uiterlijk doen. Dan zal ik zorgen dat Frits wat meer heeft verdiend. En... ja, misschien gaan we dan ook nog wel nog een ontmoeting doen met Pim. Dat zou ook leuk zijn. Dus ik hoop dat jullie dan ook weer kijken. En als je deze video leuk vond, dan zou het echt heel chill zijn. Als je zou abonneren of de video zou liken, daar word ik heel erg blij van. Nou ja, bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!